bezig. En dan, oh. Ja, dan... Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Day, dit is Uwe Quinn Games. En ik kwam er net achter dat mijn eigen camera, want ik neem nu op met de oude camera van mij, de oude vlogcamera, dat mijn camera die ik altijd gebruik het niet doet. Kijk, ik doe hem aan. Wat gebeurt er dan? De lens wil er niet uitkomen. Ploep, hij komt er maar een klein beetje uit en dan gaat hij weer naar binnen. En dan geeft hij aan, schakel uit en in. En dan moet ik hem weer uitdoen. Heel erg apart, maar gelukkig heb ik mijn oude vlogcamera nog. Dus dat betekent, ik heb gewoon een nieuwe vlog voor jullie. Dus, hopelijk gaan jullie ervan genieten. Wij hebben bij Guus en Bart geslapen, het was ontzettend gezellig. We hebben heel erg weinig slaap gehad, zo gezellig was het. Ik heb 2 bakjes koffie op en ik drink nooit koffie, maar puur omdat er cafeïne in zit. En ik heb echt even wat energie nodig. Day is gisteren uit geweest, was dat leuk? Ja. Quinn heeft heel veel gegamed, heb je gewonnen? Half. Maar er zijn geen controles door de lucht gegaan, dus dat is goed nieuws. Dames en heren, ik ben toch heel erg vrolijk. Dus geniet van deze nieuwe vlog. Het is echt ongelooflijk. De 2 bakjes koffie hebben echt wat met mij gedaan. Ik heb zoveel cafeïne en zoveel energie in mij. Dat Day en ik, toen wij thuis kwamen, meteen naar boven zijn gegaan. En de hele kamer hebben opgeruimd. Anders hebben ingericht. En wauw, wat ziet het er mooi uit. Ik ga het meteen even aan jullie laten zien. Het bed staat nu daar en die stond eerst daar. En het bureau stond eerst daar en die staat nu daar. Tadaa! En voor de rest hebben we alles opgeruimd wat op de grond lag. De hele klerenkast, en ik mag het nu laten zien, is gewoon helemaal opgeruimd van Day. Normaal gesproken is alles opgestapeld helemaal tot daar met kleren. En nu hangt het maar gewoon. Kijk, dat is nog niet alles. Zelfs de laadjes zijn opgeruimd in plaats van alles erin gestopt. Wauw. Zelfs deze la is opgeruimd. Oeh, Ajax. Ja, het is echt heel erg bijzonder dat we dit hebben gedaan. Oh, het is gewoon zo'n grote schoonmaak geweest. In één keer in zoveel tijd, dan doe je dat gewoon. En het wordt herfst en dan moet je een beetje zo. Een beetje alles inrichten, wat vernieuwend. Het enige jammer is wel dat we het nu heel erg hebben opgeruimd en ik waarschijnlijk over een maand in mijn nieuwe kamer zit. Over een maand al? Ja, een maand, 2 maanden. Dat is wel heel erg snel een maand. Maar dan moeten we het nog een keer doen. Ja, dan moeten we het nog een keer doen. Dan voer ik jou gewoon weer koffie en dan komt het goed. Maar dat maakt ons helemaal niet uit. Het is juist leuk om eens in zoveel tijd alles even te veranderen. En ik ben heel erg blij met het resultaat. Dus vanavond gaan we gewoon slapen in deze nieuwe inrichting. Awesome. We wilden wat gaan eten, maar nu we toch bezig zijn met opruimen, moet ik echt even mijn auto opruimen. Want dit, mensen, dit is eigenlijk te erg. Dit kan je gewoon niet maken. Hier zie je allemaal flesjes water. Gewoon allemaal troep op de grond, koeken op de grond. Er lag zelfs een mes in. Als het goed is, hieronder. Kijk dan, er ligt gewoon een bord. En als je hier zo in de achterbank gaat kijken, dan zie je gewoon hier daar ook allemaal partypoppers, hier partypoppers. Dus dit heeft ook echt even een schoonmaak nodig, want dit kan gewoon niet. Stel voor, ik ga iemand ophalen en die stapt voor de eerste keer in de auto. Die denkt echt, waar ben ik in beland? Wat een dikke troep. Maar zo vul je de dag wel lekker in en zijn we echt heel erg goed bezig. Kijk eens aan, de vuilniszak. Wil je het leuk zien? Nou. Kijk, deze hap ik nog. Dit zijn van die handschoenen. Zal ik hem opblazen? Ja, blaas hem op. Dit doet me echt denken aan een Mickey Mouse hand. Kost je wel wat moeite, maar dan heb je... Niet wat. High five. High five. Yeah. Nou, laten we dit even gaan opruimen. En gaan stofzuigen. Want om al die partypoppers op te ruimen... Dat is echt heel erg veel werk. Heel eventjes pauze. Bumper vindt dat ook. Die ligt daar heerlijk te chillen. En wij gaan heel eventjes wat eten. En Day heeft wat heerlijks gemaakt. Het is namelijk een broodje met filet américain, kan ik zien. En wat zit er op dat ander? Roomkaas en ham. Roomkaas en ham. Kijk eens aan. Heerlijk, mensen. Het ziet er echt geweldig uit. Welverdiende pauze. De auto is helemaal schoongemaakt en ik ben er ongelooflijk blij mee. Het voelt ook gewoon heerlijk om even weer in een schone auto te zitten, om maar zo te zeggen. En wij zijn nu onderweg, we komen net van de snelweg af, naar mijn huis. Want mijn moeder, Milan, de vriend van mijn moeder, komen even gezellig langs om mijn huis te bekijken. Het is op zich best wel erg, maar het is nu de 2e maand dat ik in Hilversum woon en mijn moeder heeft nog nooit mijn huis gezien. Puur omdat zij het gewoon druk heeft, ik heb het druk. Alleen nu kwam het gewoon heel erg mooi uit, want mijn broertje die woont helemaal in het zuiden van Nederland, mijn moeder helemaal in het noorden. Dus, en ja, en ik een beetje centraal, dus als ze mijn broertje wegbrengen, dan komen ze, ja...
half langs mijn huis. Dus zijn ze hier even gestopt en ga ik ze straks alles laten zien. En dat vind ik echt heel erg gezellig. Ik vind het heel erg leuk dat ze langskomen. Dat ze dan ook eindelijk mijn huis gaan zien. En het wordt leuk. Ja. Yay. Mama! Hallo! Leuk dat je er weer bent. Ik heb jou net een rondleiding gegeven. En wat vond je van het huis? Fantastisch. En zou je hier zelf willen wonen? Nee. Want? Ik wil toch niet uit Assen. Oh, je blijft echt gewoon in Assen. Ja, dat snap ik ook wel. Ik woon te dicht bij jou. Eindelijk even wat ruimte tussen ons, hè? Ja. Nee, maar ik... Oh, sorry. Maar ik mis je wel heel erg. Ik mis je ook. Dus ik ben blij dat je even hier langs komt. Dat is fijn. Maar... Ik ben heel erg blij dat je even langskomt, maar je gaat ook zo weer weg. Ik ga nu weer weg. Want zometeen gaat Shanna weer naar huis. Heb je het leuk gehad in Assen? Ja. Wat heb jij een cool Minecraft shirt aan, man. Echt super gaaf. En je hebt een hele coole pet op, maar die is volgens mij niet van jou. Nee, die is van Milan. Ah. Ik heb alleen maar een pet op. En hier zit Milan. Ik heb de USA van Shanna. Oh, nice. Jullie hebben van pet gewisseld. Dat is cool, hè? Ja. Ja. Dikke swag. Dikke vette USA swag, of niet? Airbox. Maar Milan, kom even staan. Oh. Want misschien kom ik straks even bij jou langs om een video te uploaden. Oh. En als dat zo is... Heb je weer een cadeau? Ja. Oh, dus, nee, dat weet je niet. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga het nu alvast geven. Nee. En gelukkig heb jij het nog niet gezien. Maar je weet dat voor je verjaardag heb ik een aardappel gegeven. Oh ja, dat vond ik en wel fijn. En laatst heb ik een aardappel gegeven van marsepein uit Duitsland. Ja, die is op trouwens. Oh, die is op. Niet door mij, door Jill. Oh. Maakt niet uit. Maar dan heb ik heel erg goed nieuws. Nu heb ik een Nederlandse aardappel voor marsepein. Hey! Kijk eens aan. Marsepein, groente staat er ook nog. Aardappel is dat. Er staat groente op toch? Ja, dat is aardappel groente, man? Mama, is aardappel groente? Aardappel is groente, ja zeker. Ja, dus het is gewoon aardappel groente. En het was slecht dat we dat niet weten. De prijs staat er nog op, wat leuk. Oh shit. Nee, maar vind je het leuk? Heb je dat ook wel eens, dat je de prijs erop laat met cadeautjes? En zo wel. Dat is zo lullig. Stel voor je geeft het op een verjaardag. En iedereen geeft bijvoorbeeld aan 30 euro en jij komt er met 5 euro aan of zo. Dan denk je altijd de prijs kijken voor dat halen. Nee, ik vind het leuk, dankjewel. Het is heel erg aardig. Dus, maar als ik straks niet je internet kom jatten, dan kom ik dat de andere keer. Maar dan hoef ik niks meer te geven, want dat heb je al. Ja, maar dat hoef je sowieso niet hoor, dat mag niet. Weet ik, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Dankjewel. Dat is ook wel, dat vind ik altijd awkward. Als je dan naast iemand staat, heel vaak doen leraren dat. Dan doen leraren gewoon van, je bent goed bezig. En dan, ja, dan slaan ze vet hard. En dat deden ze altijd bij mij. Maar hebben jullie dat nooit? Dan zegt de leraar, je bent goed bezig. Nee, en dan denk ik, ah, what the fuck? Nee, maar je kan niks terug doen, want het is je leraar. Je kan niet zeggen, dankjewel. Dat zou raar zijn. Dat kan wel. Maar dan ben je wel geschorst. Ben je geschorst. Of je wordt van school gestuurd. Ja. Dat zou ik niet doen. Maar heb je dat nog nooit gehad? Nee. Oh, ik had dat laatst. Toen had ik op ongeluk overlast veroorzaakt bij DDA huis. En want de buren van DDA hebben een studio voor zwangere vrouwen. En die gaan dan, weet je wel. En de studio, je bedoelt yoga? Psycholoog is het, man. Alleen ik met zwangere vrouwen. Jawel, ik ben daar geweest, ik heb gevraagd. Het is zo, ja, mijn vrouw heeft in de schuur heeft een studio gebouwd. En is ze zwanger geworden. Nee. Nee, maar hoogzwangere vrouwen komen daar. En dan gaan ze in een kring zitten. En dan hebben ze een soort yoga les. Meditatie. Ja, iets in die richting. Maar geloof me, dat is echt waar. Maar ik had een bommetje gedaan in een zwembad. Dus daar had ze overlast van. Ja. Maar toen kwam ik bij die buurman. En wat gebeurde er toen? Toen kwam hij naar me toe lopen. En ik op hem. En ik had een reep chocola voor hem gekocht. Of nou, althans de moeder van D. Maar ik deed gewoon alsof ik dat had als excuus, weet je wel. Maar wat gebeurde er toen? Toen zei ik van, hey buurman, ik ben Enzo. De kleinzoon van, schoonzoon van de buurvrouw. Ja. En ik heb hier merci voor jou, want vorige keer had ik overlast. En toen deed ik dit. Boom! Jij was dat dus! Oh, ik kreeg in één keer een klap, joh, hier. Fuck? Maar gewoon van, ja, je vieze rot, jongen. Dat ga je niet weer doen, hè, nou? Nee. Maar gewoon zo, weet je wel. Maar dat was zo hard. En dan denk ik van, ja, ik kan toch niks terug doen. Nee. Ja, dus... nog een bommetje maken. Ja, dit is in ieder geval een hele grote uitleg. Het gaat eigenlijk om dat kleine stukje. Dat van soms het fysieke. Weet je dat ik trouwens laatst, nu je dat toch zegt, nu we er toch zo lekker over aan het praten zijn. Ja. Dat doet in voetbal, doen ze dat ook heel vaak. Dan willen ze iemand helpen vanaf de grond. En dan nemen ze die omhoog en dan zeggen ze van, ah, het gaat wel goed. En dan is dit zo vriendelijk bedoeld van, gaat goed. En dan doen ze nog even wat harder. Ja. Oh, en dan gaan ze, en dan hebben ze die tik gekregen van, oeh. Ja, dat veel later. Keiharde zwalvers gewoon.
Oh, echt belachelijk. Alsof, maar... alsof er geen camera's zijn en niemand het weet. Weet je? Super, echt super stom. Ja, Suarez. Dames en heren, hun gaan er vandoor. Milan gaat verder hier in Hilversum. Hun gaan allemaal naar helemaal het zuiden van Nederland. En ik ga een lekkere Minecraft video opnemen. Ik heb er zin in. Doe jij mee zo? Nee. Dan neem ik lekker alleen op. Tuurlijk wel. Fuck. Hey. Fysiek. Stop, kid. Oh, wat ging dat goed. Zeg die Minecraft aflevering. Oh, je wilt niet weten wat voor fijn gevoel dat is. Als je een aflevering hebt opgenomen waar alles gewoon goed ging. En waar je gewoon heel erg tevreden over bent. En je niet kan wachten totdat die online komt. En waarbij je niet kan wachten totdat de mensen reacties gaan geven. En het positief is. Dan voel je je echt geweldig. Dus ik kan niet wachten. Check vooral de Minecraft aflevering ook die vandaag online komt om 7 uur op mijn kanaal. Heel erg bedankt daarvoor. En wat gaan wij doen? Ja, Deetje is net wakker. Die heeft heerlijk geslapen. Wat gaan wij doen? Wij gaan weer naar jouw huis. Ik zou misschien naar Milan moeten gaan om te uploaden. Maar omdat ik alles op tijd en heel snel heb gedaan, kan ik nu naar Dea huis gaan. En red ik het waarschijnlijk nog net om de aflevering online te zetten. Op tijd. Of nou, waarschijnlijk. Ik weet het wel zeker. Want anders was ik wel naar Milan gegaan. Dus dat komt helemaal goed. Om 7 uur staat die stipt online. Laten wij maar weer naar jouw huis gaan. En dan vanavond gaan we waarschijnlijk weer goddelijk eten. Waarschijnlijk wel. Of ja, waarschijnlijk. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Want vanmiddag, ja, de moeder van D, die, ja, de laatste tijd, oh, het is echt erg. Ik ben echt aan het slijmen naar je moeder toe via de vlogs. Dat is niet normaal. Want ze kijken ze echt allemaal echt heel erg vet. En de vader van D ook trouwens. Echt dikke shout-out naar jou. dit maakt het altijd zo awkward. Ja, dat is wel. Dat was heel vaak. Eigenlijk ook maar omdat je tegen van de 210 mensen die je vlog kijken, maar tegen 2 mensen praat. Ja. Echt heel erg stom. Maar als ik nu toch bezig ben, dikke shout-out naar jullie allemaal. Ook al zit jij daarachter op je telefoon, je tablet, achter de computer, op je zolderkamer. Onderweg naar school, onderweg in de auto, in de trein. Maakt niet uit, overal. Ik kan me zo gek niet bedenken. Trouwens, dat is wel een hele leuke. Ben jij op een hele gekke locatie mijn vlog aan het kijken? Zet het in de reacties. En waarschijnlijk lach ik me dood. Want er is vast wel iemand die net een keutel aan het draaien is. Sorry, ik moest het even kwijt. Maar op het begin van de dag, iets van 12 uur, 11 uur... vanmiddag, toen was de moeder van D al bezig met draadjesvlees koken. Dus wauw, dat gaat echt heerlijk worden. Yeah. Ik heb er zin in. Wij gaan naar D huis. Let's go. Wat loopt er op mijn schouder? Het kietelt. Kom maar. We hebben zo net heerlijk gegeten. En ik had zo'n enorme trek dat ik meteen maar ben begonnen met eten. Dus ik heb het niet gefilmd, maar ik heb er wel even een foto van gemaakt. Daar was die alweer en het zag er niet zo heel erg smakelijk uit. Maar ik kan jullie zeker weten, garanderen dat het echt heerlijk was. Nu lig ik op de bank. Ik ga namelijk even mijn netwerk opbellen. De provider waar ik zit thuis in Hilversum. Met internet, televisie en noem alles maar op. Want ze hebben ons alweer genaaid voor de zoveelste keer. Nu moeten we in één keer wachten tot 6 november. Terwijl we gisteren internet al zouden krijgen. Heel erg apart weer dus ik moet er weer achteraan. Dus dat zal wel weer een telefoontje van een uur zijn. En D, die is heerlijk aan het spelen. Met Hamtaro, Appie en... M&M. Hey, hallo. Oh, weet je wat hij vanmiddag deed? Die kwam naar buiten. En, want ik was de auto aan het stofzuigen. Kwam D naar buiten opeens met de hamster. En zei, hier, hou maar vast. Dus ik hou hem vast, begon hij meteen te plassen. Zo, ja, lach maar. Ze gaf hem serieus aan mij, begon hij meteen te plassen. Ze had mijn hele handen onder plas. Oh my god, zo stom was dat. Oh, wat schattig. Nou, dan ga ik maar eventjes bellen. We hebben Bumper uitgelaten. En dan krijgt hij altijd aan het einde wat lekkers. En of Bumper er zin in heeft, nou en of. Oh, Bumper. Zit. Rustig. Je ziet waar zijn hoofd heen gaat, hè. Komt omdat ik dit doe. Kom, geef me een deetje high five. High five. Goed zo. Bumper is echt de liefste hond van de hele wereld. Van de hele wereld. De hele wereld. Weet je wat zo leuk is aan Bumper? Hij vindt de hamster zo leuk. En dan zit hij zo bij het hok te kijken. En dan... Zit hij die hamster zo heen en weer lopen. Maar hij mag niks doen. Maar hij vindt hem zo leuk. Ja, hij vindt hem echt heel erg leuk. Bumper is helemaal verliefd op de hamster. En wij ook. Het is echt zo super schattig. Ja, de hamster vindt Bumper niet zo leuk. Nee, de hamster is bang voor Bumper. Is lekker, Bumper. Ja, ik heb zo net even met Bumper heen en weer gerend. Als ik dat zie, krijg ik dorst. Dan heb ik echt zoiets van, ik wil het ook zo. Ik heb ook dorst.
Als jij eens wat drinken in schenkt. Oh, dankjewel, Dave. Hey, dankjewel. Dave gaan we drinken voor pakken. Kom maar, jee. Ik vraag me heel erg af of jullie nou merken of ik mijn oude camera gebruik. Want ja, zelf merk ik er op zich niet zo heel erg veel van. Ze zijn allebei even groot, dus dat is gewoon relaxed. Maar wat ik nu ga doen, is het bedje induiken. En het is eigenlijk heel erg vroeg, omdat de klok natuurlijk achteruit is gezet. En dat merk je wel. En dat duurt gewoon even, nou eigenlijk denk ik 2-3 dagen voordat je eraan gewend bent. En dan is het alweer gewoon normaal. Wel apart trouwens dat die klok vooruit en achteruit gaat. Maar eigenlijk is dat ook weer logisch, want het heeft met heel veel dingen te maken. Bla 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 bla. Ik ga naar bed. Dames en heren, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem nou tof? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om stipt 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd op het laatst, dames en heren, dikke, vette, peace. Knol Power.